publieksprijs Kamarette 2012 is René van Meer. De hoofdprijs van Kamarette dit jaar is gewonnen door René van Meer. René van Meer is de winnaar van Kamarette 2012. Ze dachten, weet je wat, laten we dit jaar twee prijzen weggeven. En dan geven we ze allebei aan René. En René zei, dank u. Ik zeg, hey, maar waarom heb je nou die bloemkool gekocht? Ja, als ik met alleen maar bier en frituurhappies en chips langs zo'n cachère loop, dan vindt zij mij zo'n ongezonde lul. Dus daarom heb ik een bloemkool gekocht. Ja, maar nou ben je gewoon een ongezonde lul met een bloemkool. Nou, ja.